Er komt voorlopig geen uitbreiding van het 5G-netwerk van het telecommunicatiebedrijf Suriname, Telesur. De lancering van het vijfde generatie netwerk vond plaats in 2019. In de eerste 3 maanden zouden alleen de zakelijke klanten van Telesur worden voorzien. En in de tweede helft van 2020 de rest van de samenleving. Telesur-directeur Mike Antonius legt uit wat de reden is dat het telecombedrijf nog niet verder kan uitbreiden. We hebben heel veel uitdagingen als het gaat om de geopolitieke ontwikkelingen. Als we kijken naar bijvoorbeeld dat we in november 2019 hebben we 5G gelanceerd. Maar wat we constateren is dat bijvoorbeeld Apple ons netwerk niet approved had. Dus klanten met de nieuwste Apple telefoons konden geen 5G service van ons verkrijgen. Het is pas begin dit jaar gebeurd. Klanten met de nieuwere Apple telefoons, ik dacht vanaf iPhone 12, die kunnen in Paramaribo 5G-service ervaren. De uitdaging hebben we nog met Samsung-telefoons. We zijn met Samsung in onderhandeling om ook dat ons netwerk approved te krijgen door hun. Antonius geeft verder aan dat bij de eerdere generaties van het mobiel netwerk 2, 3 en 4G en ook LTE er nooit een probleem was met telefoontoestellen die niet op het netwerk konden. Je kon gewoon naar de winkel gaan, telefoon kopen, registreren op het netwerk en je zag de type service die wij leverden. Maar door die geopolitieke ontwikkeling is dat veranderd. Zolang dat zo is, heeft het weinig zin om verder het 5G-netwerk uit te breiden, omdat je namelijk je wil zoveel als mogelijk klanten op het netwerk hebben. En dat is tot nu toe onvoldoende het geval. Het is wel een goed paradepaardje als het gaat om investeerders aantrekken voor Suriname. En zeker met die hele oil en gas ontwikkeling is het een heel positief punt om aan te geven dat er in Suriname, met name in het commercieel en politiek centrum van Suriname, dat je daar 5G service hebt. Maar ik denk dat met de tijd er daar verandering zal komen en dat steeds meer klanten die ook Samsung gebruiken van 5G-service gebruik zullen kunnen maken. Maar vooralsnog is het niet het geval. Zodra het probleem met Samsung is verholpen, zal Telesur dat bekendmaken bij haar gebruikers.